Goedemorgen uit San Francisco. Goedemiddag voor de deelnemers uit Nederland. Heel leuk om hiermee de eerste sessie van de sportmissie te kunnen aftrappen. Mijn naam is Gerbert Kunst, ik ben de consul hier in San Francisco. En in deze Zoom-sessie zitten ook een aantal andere collega's van het team die jullie nog gaan tegenkomen. Ik ben heel blij met Maurits Hendricks, die ik zo netjes zal introduceren, die vandaag voor ons een aftrap wil geven over Team NL, de ervaringen van de vorige Olympische Spelen en zijn blik op de voorbereiding van Los Angeles 2028, samen met zijn collega Hanneke. Het leek me goed om even heel kort alle deelnemers te noemen, maar niet dat iedereen zich op dit moment hoeft voor te stellen, want aan het eind van deze sessie, die 50 minuten zou kunnen duren, kunnen we een korte breakout doen waarin iedereen in groepjes van 5 nog even kennis kan maken. We zijn nog niet compleet met alle deelnemers die zich hebben geregistreerd. Ja, een beetje anders dan de sporten die al op tijd bij de meet is, zei ik net al tegen Maurits en Hanneke, is het voor Nederlandse deelnemers soms moeilijk om op tijd aan de strijd te beginnen. Maar dat gaan we natuurlijk in deze missie wel vaker horen, denk ik, ook uit Amerika. In ieder geval ben ik heel blij met jullie deelname. En ik zal dan even kort alvast de namen en de organisaties noemen. Ik heb net al genoemd NOC, NSF, Maurits Hendricks en Hanneke van den Pol. We hebben Rick Slegers van Orange Sports Forum, Hans Verhoeven, MTD Water, Ruben Dubelaar van Holland Circular Hotspot, Leonie van den Beuken, Amsterdam Smart City, Jorrit Saaltink, Amsterdam Trade. En dan zou ik volgens mij Afke Mak niet moeten vergeten, want die is natuurlijk van FME en eigenlijk onze partner in deze missie, omdat het een samenwerking is tussen het consulaat, FME en ook Sascha van der Most in Los Angeles, met wie we dit opzetten. Als het goed is, heb ik dan de deelnemers die zich nu hebben gemeld allemaal genoemd. En wilde ik graag zeggen dat voor deze missie ook een apart platform is opgesteld. Dat is een ervaring die we hadden in de missie die we een maand geleden hebben gedaan voor Smart and E-Mobility. En daar hebben we gemerkt dat zo'n, zeg maar, samenwerkingsplek wel heel fijn is. Dan kun je elkaar rechtstreeks aanspreken. Wij kunnen daar ook de live feeds in plaatsen, zodat je rechtstreeks in de goede uitzending komt. En daarnaast is er ook een voorbereidingsprogramma. Met ook een aantal content per sessie die je al van tevoren kunt bekijken. De sessies worden allemaal opgenomen en zijn ook terug te kijken op het platform. En het platform, wat ik al zei, is ook een ideale manier om elkaar een direct message te sturen of om verder de banden aan te halen. Dus dat is mijn oproep nog, of iedereen zich op het platform wil registreren. En mijn collega Deborah, die zo jullie ook nog wel even iets zal vertellen, die zal dan dat platform ook verder beheren samen met Aafke. Voor nu staat centraal eigenlijk waar we het allemaal voor doen. Natuurlijk fantastische prestaties halen, zowel voor bedrijfsleven, maar natuurlijk vooral eerst voor de sporters in Los Angeles in 2028. Is nog lang en ver weg, maar we denken dat het belangrijk is om daar op tijd mee te beginnen. Omdat als je dat op tijd ook start, dat je dan ook de betere resultaten haalt. Ik wilde graag daarmee ook bedanken voor de samenwerking met FME, want er is veel tijd in gaan zitten om met goede partners te komen. En ik zal nog even met jullie delen welke partners nu nog niet ingebeld zijn, maar wel hebben aangegeven dat ze mee gaan doen. Dat is de Johan Cruijff Arena, Sander van Stiphout, de KNVB, Gijs de Jong, Revolution, Xander Kotvis, die met ons ook al in eerdere missies heeft meegedaan, omdat hij met circulaire events bezig is. En er in onze gesprekken met de LA-organisatie bleek dat de manier waarop Nederland circulaire events kan neerzetten, dat zeer interessant wordt gevonden. Verder hebben we nog Kersten Europa, die mee wil doen, en Signify. Atos en de Baseballbond zijn ook nog gevraagd en zouden maar zo ook binnenkort kunnen aansluiten. Dit is eigenlijk ook steeds de bedoeling geweest, dat we niet nu met 100 deelnemers zitten. Het is eigenlijk bedoeld dat we met een kleine groep zitten, om zodoende een betere interactie te krijgen en het ook echt tot een verkenningsmissie te maken. Ik ben ook blij dat ik Danielle Berden zie van ons MBSO in Los Angeles. Want we hebben eigenlijk begin dit jaar in januari een MBSO, dat is een Business Support Office, geopend. Juist met het oog op de business die richting de Spelen gaat ontstaan. Dus ik denk dat we daarmee eigenlijk op dit moment alle partners hebben die heel goed in staat zijn om de verkenning uit te voeren. En FME, Afke, zal in oktober, november ook met een rapport komen, waarin de kansen worden geschetst die we zien.
En die dan vervolgens kunnen worden omgezet misschien wel in een vorm van een PIP. Dat is een samenwerking waarin je langdurig als overheid en bedrijfsleven ook probeert met beschikbare middelen een wat stevigere inzet te hebben. Ik denk dat dat een beetje de doel is van deze 3 dagen, na deze voorbereidingssessie, 3 dagen, dinsdag, woensdag, donderdag, om in een hele brede overview met belangrijke counterparts van Los Angeles en Californië te zien waar Nederland staat, waar onze kansen nu echt liggen. Want soms zijn we zo overtuigd van onszelf dat we denken dat we alles kunnen. Nou, dat denken wij dan wel, maar de Amerikanen niet altijd. Dus daar hoort wel een deel van de discussie bij. Dat gaan we deze week doen. En tegelijkertijd ben ik heel blij dat we met een aantal deelnemers in onze missie ook kennis kunnen brengen. En nog een keer kunnen uitleggen aan de Amerikanen waar we echt goed in zijn. En ik ben daarmee ook toe aan mijn introductie van Maurits Hendricks. Maurits Hendricks is op dit moment technisch directeur NOC-NSF. En is de chef de mission geweest van Nederland in 2012-2016 in Rio en van de winterspelen in Sochi. Ik denk dat voor vandaag heel belangrijk is dat Maurits in 2014 is gestart met Team NL. Eigenlijk bedoeld om de ambitie en de strijdkracht van de sporters te combineren met de innovatie en de slagkracht van het bedrijfsleven. En tot een gezamenlijke propositie te komen. Voor het eerst in 2014 ontwikkeld is er dus nu al aardig wat ervaring opgedaan. En dit gesprek wat we nu hebben, wat we in 3 blokken zullen doen, is bedoeld om dat concept beter te doorgronden, om te kijken waar ook voor het bedrijfsleven de ruimte en kans is om aan te haken. En waar ook een beetje de synergie komt van sport naar commercie en van business weer terug naar sport. We hebben 3 blokken bedacht, omdat het belangrijk is, ook op wens van Maurits, om feedback te krijgen uit de groep, hoe jullie zouden zien dat we dingen richting LA kunnen aanpakken. En in ons vorige gesprek hebben we eigenlijk ook al vastgesteld dat er een aantal thema's zijn die sowieso door Nederland, Nederlands bedrijfsleven richting Californië al worden neergezet, zoals waterstof. Maar ook Ruben is net eigenlijk benaderd voor een traject rond duurzaam bouwen. Dat zijn allemaal trajecten die ook meerjarig zullen zijn. En we zouden natuurlijk idealiter dit soort thema's moeten verweven met wat Team NL eigenlijk aan zijn partners zou willen geven, zowel zijn sportieve als ook zijn businesspartners. Dus daar gaat het gesprek over. Er zijn 3 blokken. Het eerste blok gaat over wat is Team NL nou precies? Hoe kun je deelnemen? En wat zijn de eerste ervaringen geweest in Rio? Het tweede blok gaat dan over Tokio, waarvan we weten dat dat natuurlijk een jaar is uitgesteld vanwege de situatie van COVID. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we natuurlijk deze dagen niet jullie allemaal hier kunnen ontvangen in San Francisco en Los Angeles, maar het op deze manier met een digitale missie moeten doen. En tot slot gaan we natuurlijk vooruitblikken naar Los Angeles 2028. Wat zijn de verwachtingen van NOC-NSF? Maar ook wat zijn jullie verwachtingen en hoe kunnen we daar met elkaar een goede teamprestatie neerzetten, sportief en business-wise. Dat is eigenlijk dan mijn introductie van Maurits en het programma van vandaag. En misschien dan een hele simpele vraag om te starten. Maurits, jij hebt Team NL opgezet, als ik het goed heb, in 2014. Zou je iets kunnen vertellen over jouw motivatie, jouw gedachten? Uit welke verwachting kwam dat voort? En hoe werkt dat nu precies, Team NL? Gerber, dankjewel. Natuurlijk kan dat. Ik doe dat vanuit mijn vakantieadres. Dus ik zit op een boot in Hoorn. Dat betekent dat misschien de verbinding af en toe wat minder is. Dan zet ik mogelijkerwijs mijn video even uit, zodat ik wel te horen ben. Dus dat al eventjes voor de schets van mijn omgeving hier. Team NL is iets wat eigenlijk al heel lang bestaat, misschien wel langer dan 100 jaar, en tegelijkertijd ook weer pas geleden geboren is. Want Nederland gaat natuurlijk al langer dan 100 jaar, neemt het deel aan de Olympische Spelen met het Nederlands team. Dus dat is niet nieuw. Dat gebeurt onder de vlag van het Nederlands Olympisch en Paralympisch Comité. 2 organisaties die in Nederland, en wij zijn daar een van de 5 landen in de wereld, geïntegreerd zijn. Dat is er al eentje om vast te houden. De integratie van Paralympisch en Olympisch. Iets wat bij steeds meer Olympische en Paralympische hostcities een issue is. En zeker ook tot de verbeelding spreekt. Dus die deelname, die oranje deelname, dat is het meest bekende deel. Team NL is dus ook echt een team. Het bestaat uit alle Olympische en Paralympische sporters waarmee Nederland deelneemt aan die Spelen. Zoals ze dat nu komend jaar in Tokio gaan doen. Vlak daarna in 2022 in de winterspelen in Beijing. Dat is al 5 maanden na de Spelen van Tokio. In 2024 in Parijs, in 2026 in
Milaan, dan zo bij de Winterspelen al daar. En dan in 28 in Los Angeles. Dus dat is de essentie. Het mooie van het Olympisch team van Nederland is dat het ook een oranje beweging is. Dus wat gebeurt er op zo'n evenement? Beelden die ook heel bekend zijn van WK en EK voetbal. Dan heb je een oranje legioen. Veel meer dan welk andere land dan ook is Nederland zichtbaar. En dat zie je ook in de aanloop naar de Spelen toe. Er zijn in de jaren na 2028 zullen er steeds meer evenementen zijn met steeds meer oranje deelname. Dus dat is het sportieve deel. Waar staan we bekend om? Dat we dat beter willen doen dan wie ook in de wereld. Dus wij willen alleen al met de wijze waarop wij deelnemen, de wijze waarop wij onze deelname voorbereiden, willen we de nummer 1 van de wereld zijn. En hebben we een ongelofelijke staat van dienst en een ongelofelijk goed imago bij de organizing committees, zoals dat heet, de OCOGs. In dit geval gaat het om LOCOG, LA Organizing Committee Olympic Games, net zoals wij nu te maken hebben met TOCOG. Daar hebben we een heel hoog aanzien met Nederland. We zijn werkelijk ook een van de meest professionele landen. En datzelfde geldt voor het IOC. Dus Team NL is een begrip in die wereld. En wat wij nu zo graag zouden willen doen, is om Team NL in te zetten om buiten die enorme oranje zichtbaarheid die wij met sport altijd weten te creëren, om die zichtbaarheid eigenlijk naadloos over te laten gaan in al die andere dingen waar Nederland zo goed in is. Daar zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat al succesvol doen, heel veel organisaties die dat al succesvol doen. Het is onze overtuiging dat als je dat koppelt en je gebruikt die oranje zichtbaarheid, dat het nog verkrachtiger wordt. Zo hebben wij voor het eerst in Tokio volgend jaar een Team NL Expo. Dat organiseren wij samen met de RVO, met de Economische Zaken, waarbij het erom gaat om eigenlijk op de golf van de Olympische Spelen een aantal Nederlandse highlights te showcasen in Tokio. De partnerships waar we aan werken en die we hopen uit te breiden en dat ook weer naar LA te doen, die zijn heel divers. We hebben natuurlijk onze vaste partners, zoals je dat wil. De belangrijkste is de Rijksoverheid. Een hele belangrijke is de Nederlandse Loterijen. En er zijn een aantal grote bedrijven in Nederland die zijn aangesloten bij Team NL. En dan moet je denken aan de Rabobank, de persgroep. Maar ook Missie H2 met Shell en de GasUnie. Waarbij om de kracht en de mogelijkheden van waterstof in Japan zichtbaar te maken. Dus het is heel divers. En eentje wil ik daar nog graag aan toevoegen, Gerbert, en dan voor zover de inleiding. En dat is dat we steeds meer bezig zijn met ook een sociale legacy kant. We zijn daar in Rio voor het eerst mee begonnen, waarbij we een legacy project hebben opgestart in Rio, met als doel om ook echt iets na te laten. En we doen dat vanuit de overtuiging dat als alle 206 Olympische landen dat zouden doen in een stad, dat je een enorme diversiteit aan legacy projecten met de wereld nalaat in de organizing city. Ja, dankjewel, Maurits. En ja, ik denk dat punt ook zeker terug kan komen als we het over LA hebben, van wat zou in de situatie van vandaag, waar natuurlijk vele sociale aspecten spelen in Amerika, wat zou dan onze legacy kunnen zijn of wat is eigenlijk in onze kracht om daar neer te zetten. Maar laten we dat dan in het derde blok uitzoeken. Ik was eigenlijk benieuwd, er zijn natuurlijk hier ook een heel aantal partijen in deze missie. Hoe zou je kunnen worden geselecteerd voor een Team NL partnership? En kan dat in kleine en grote mate? Want sommige bedrijven zijn natuurlijk multinational. En ja, er kunnen natuurlijk ook MKB'ers zijn die natuurlijk met een interessante propositie kansen zien. Hoe kun je daar iets over zeggen? En misschien de aansluitende vraag is, als je naar Rio kijkt, hoe heb je dat dan toen kunnen neerzetten voor de bedrijven? Ja, ik denk dat het belangrijkste is om daar te zeggen dat in principale zijn wij op zoek en werken wij met echt langere termijn partnerships. Als je kijkt naar de partners die nu gebonden zijn aan Team NL, dan zijn daar partners bij die dat al langer dan 25 jaar zijn. Ik denk aan
familiebedrijf POM. Met natuurlijk een aantal automerken, maar in de huidige situatie zijn zij aan ons verbonden als een van de allergrootste fietsenfabrikanten in de wereld. Natuurlijk de bekende merken, zoals Gazelle in Nederland. Maar ze hebben ook prachtige Amerikaanse merken in dat bedrijf zitten, zoals Santa Cruz. Hele exclusieve mountainbikes die gemaakt worden in Californië. Dus dat is een partner die is al langer dan 25 jaar aan ons verbonden op het thema van mobiliteit. Dus dat is de eerste. Het gaat vaak op thema en het zijn partnerships voor de lange duur. Wat we wel zien is dat ook wij ons daar natuurlijk steeds meer, ja, laat ik het toch maar even het woord gebruiken, agile moeten opstellen en moeten kijken naar wat is nou voor zo'n cyclus als LA, wat is daar van belang. Het bijzondere aan LA is natuurlijk dat het langer dan ooit tevoren gekozen is als host city. Normaal weet een stad 6,5 jaar en in dit geval dus al veel langer. Dus dat geeft ook de mogelijkheid om te kijken naar wellicht partnerships die passend zijn bij LA en dan over zo'n looptijd ook zouden gaan. Het is ook voor ons een beetje uitvinden, eerlijk gezegd, veel. Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je soms ineens een opportunity ziet die heel goed past bij wat jullie doelstellingen zijn en dan wat flexibeler bent. Want wat door mijn hoofd gaat nu is, Silicon Valley is natuurlijk bekend om de innovatie. Dus ik kan me ook voorstellen dat je aan de ene kant startups wel interessant vindt, maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook in hun looptijd of een ontwikkeling nog vaak early stage of mid stage. Maar ze hebben natuurlijk wel vaak heel innovatieve concepten waar je eigenlijk mee verder zou willen of moeten. Kun je misschien iets vertellen hoe je ook met universiteiten, startups, hoe je die samenwerking ziet? Heb je daar al ervaring in? Of is dat iets wat je zou willen ontwikkelen voor deze LA 2028? Nee, ik denk dat dit dat is wel een mooi bruggetje. Omdat wij hebben eigenlijk nooit eerder partnerships gehad met Nederlandse hogescholen of universiteiten. En wat we nu zien is dat die interesse er enorm is. De eerste die ons daarop aansprak was TU Delft. Zijn zich steeds meer met sport gaan afficheren. En hebben in ieder geval in hun college van bestuur aangegeven dat ze dat de komende 8 jaar met volle overtuiging zullen blijven doen. Omdat het voor hun een hele mooie gateway is naar Silicon Valley. En het zo belangrijk is om het thema van deze spelen, hè, want dit moeten niet alleen hele duurzame spelen worden, maar dit moeten ook de meest innovatieve spelen worden. Ja, dat zijn toch wel thema's waar de universitaire wereld in Nederland zich op aansluit. Dat is voor ons nieuw op het grondterrein. Wij werken daar mee samen. Maar puur op de as van de inhoud. Dus elke Olympische Spelen, elke 4 jaar cyclus, hebben wij meerdere innovatietrajecten lopen bij universiteiten. Maar die gaan enkel en alleen over de as van de inhoud. De as van de inhoud is dan voor jou de as van de sport? Of de, ik denk maar even aan. Ja, dat zijn hele specifieke. Ja, een van de bekendste voor de Tokio-cyclus, samen met Delft ontwikkeld. Dat is een hele moderne baanfiets. De snelste baanwielrenfiets die er op dit moment in de wereld is. Die jongens zijn ook wereldrecordhouder. Maar in diezelfde technologieontwikkeling van die fiets is een technologie ontwikkeld die het sturen van een fiets makkelijker maakt. Waardoor ouderen met evenwichtsproblemen, die eigenlijk juist zouden moeten blijven fietsen, maar wiens mobiliteit in gevaar komt omdat fietsen voor hun gevaarlijk wordt, blijft met die nieuwe technologie fietsen veiliger. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van een inhoudelijke innovatie, heel nadrukkelijk gericht op Tokio. Dat heeft ook te maken met het feit dat een van de thema's van de Spelen van Tokio is healthy aging. En daar is dat dan een traject wat mooi tot uiting komt. Ik realiseer me dat er ook misschien wel in de deelnemers, bij de deelnemers vragen zijn. We hebben een chatbox, dat heeft Deborah denk ik al verteld aan jullie. Maar er is ook de kans om gewoon je hand op te steken. En ik denk dat ook juist de bedoeling van de sessie is om vragen aan bod te laten komen. Of zaken die jullie misschien willen toevoegen aan de discussie. Alle ruimte daarvoor.
Maar daar willen jullie misschien nog even 2 seconden over nadenken. Dus ik zal toch nog 1 vraag alvast weer meegeven. Wat zou jou, zeg maar, wat is voor jou een goed voorbeeld uit de Rio-setting van een Team NL-prestatie in de vorm van samenwerking, bedrijf, sport? Ja, wat ik een hele mooie vond, ook al is die niet gelukt, toch ga ik hem noemen, Gerbert, omdat we vanaf dat moment steeds door zijn gegaan. Wij zijn in Rio begonnen met een conglomeraat van bedrijven waar meerdere bedrijven in zaten, DSM, Damen Shipyards. En dat was een concept om ons hospitalityhuis, in de volksmond bekend als het Holland Heinekenhuis, om daar een floating, self-sustaining hospitalityhuis van te maken. Dus dat betekent dat we daar waar wij 25 jaar lang dit hebben gedaan en altijd in samenwerking met Heineken op het land hebben gebouwd of accommodaties hebben gehuurd en die dan samen met Heineken helemaal om hebben gebouwd. Daar was het hier de bedoeling om in de zee, in de haven van Rio de Janeiro, een drijvend concept neer te leggen. À la de zelfsustainable boerderij die in de haven van Rotterdam ligt. Met hetzelfde bedrijf ook om dat te doen. Nou, dat is een concept wat enorm snel vlucht kreeg, maar wat uiteindelijk in Rio de Janeiro, vooral omdat men daar er helemaal niet klaar voor was, voor wat je dan nodig hebt en wat je dan aan vergunningen zou moeten regelen. dat van de grond te krijgen. We zijn daar toen met Japan veel verder ingekomen. Sterker nog, het was eigenlijk klaar. Het zou gebouwd worden in China, in Shanghai. En op het laatste moment hebben we besloten dat niet te doen, omdat de Japanners ons met een tsunami-veiligheidseis confronteerden, waardoor die bouw 4 keer zo duur werd. Maar het was een concept dat helemaal samen met Belardon, die ook die boerderij in Rotterdam hebben gedaan, samen ontwikkeld hebben, waar Damen Shipyard, ik meen ook Philips, Lighting, Signify, DSM, partijen in waren, omdat voor die spelen van Tokio, Rio in eerste instantie en later Tokio te realiseren. Nou, nog steeds de uitnodiging voor vragen natuurlijk. Tegelijkertijd denk ik dat dit misschien wel het eerste blokje was wat wij zo in ons hoofd hadden. Maar wellicht, omdat we straks natuurlijk nog over die sociale impact ook gaan praten. Wat was in Rio het traject wat je daarop hebt ingeslagen? Wat is de legacy van Rio waarvan je misschien kunt vertellen waarom die tot stand is gekomen? Maar vind ik ook wel interessant, 4 jaar na dato, waar staat die dan nu? Want het is natuurlijk niet alleen maar zaaien en dan weg, maar het is natuurlijk ook proberen zaaien en te begeleiden. Hoe kijk je daar op terug? Wat is je voorbeeld daarvan? Ja, Rio was de allereerste keer dat we deden. Dus dat concept kwam bij ons op. En dat had te maken met het feit dat we Team NL in Nederland aan het positioneren waren. Maar ook wereldwijd. En een van de gedachten daarbij is dat het voor landen natuurlijk enorme investeringen zijn om de Spelen mogelijk te maken. Daar zitten hoge kosten aan, afhankelijk natuurlijk van welke infrastructureel projecten men in zo'n land wil doen. Hè. Wat wil men infrastructureel toevoegen aan zo'n stad? Dat bepaalt voor een groot gedeelte die kosten. Overigens wel een heel belangrijk iets. Hè. De Spelen kosten eigenlijk al 25 jaar lang hetzelfde. Dat is rond de 2 miljard. En die 2 miljard is al langer dan 30 jaar kostendekkend. Die wordt gedekt uit televisierechten, uit sponsoring en marketing. En wat je in de media leest over Spelen, dat die veel geld kosten, dat heeft niks te maken met het stuk van de organisatie van de Spelen, want dat is stabiel en is stabiel winstgevend. Maar dat gaat om de infrastructurele investeringen. Dan moet je denken aan treinlijnen, aan snelwegen, aan woonwijken voor een dorp. En dergelijke. En dat is het infrastructurele, soms stadions, infrastructurele deel, wat natuurlijk niet voor die 16 dagen alleen is, maar wat een legacy kent. Dit is best wel belangrijk. Wat niet wegneemt dat er een grote discussie in de wereld steeds is over hoe duurzaam zijn die Spelen nou.
En er ontstaat toch eigenlijk elke keer wel in de media een beeld waar je voor- en tegenstanders hebt over die infrastructurele investeringen. En is dat het nou waard? Het blijkt elke keer moeilijk om dat goed te spinnen. Dus vanuit die gedachte en ook vanuit de agenda 2020, dat is een verduurzamingsagenda van het IOC, ontstond toen bij ons de gedachte van, ja, zouden wij ons daar niet ook mede verantwoordelijk voor moeten voelen en een legacy project per spelen moeten omarmen. We hebben toen in Rio gekozen, misschien wel voor de hand liggend, voor een sportproject in een aantal favela's via een schoolsysteem. Dat was een innovatief schoolsysteem in de staat Rio de Janeiro, dat voor het eerst een curriculum aanbood met de halve dag cognitieve lessen en de halve dag bewegingslessen. En wat bleek, de cognitieve ontwikkeling van die kinderen ging harder dan op normale scholen. Dat is niet een verbazingwekkend feit, dat is wel meer onderzocht. Maar dit was voor Brazilië en voor Rio de Janeiro heel nieuw. En wij hebben toen dat project omarmd en werken daar overigens nog steeds in. Dat is ook wel een beetje wat we willen met die legacy projecten. En wij hebben toen heel erg ervoor gezorgd dat er een beweegcurriculum ontstond en dat er geïnvesteerd werd in de sportfaciliteiten. Zo is er in een van die favela's bij een van die scholen is een Johan Cruijff-veldje aangelegd. Verlicht door Signify ook weer. Dus daar zijn een heleboel dingen zijn daar gebeurd. Maar er is ook een programma, een sportprogramma, wat aan die kinderen aangeboden wordt. Wat hebben we daarvoor ingezet? We hebben daar heel veel Olympische en Paralympische atleten voor ingezet van Team NL. Die in die oefenstages die ze altijd gaan doen in aanloop naar de Spelen toe, dan langs gingen in dat project om daar die kinderen training te geven. Dus wat ons betreft, een werkelijke, het was voor ons in ieder geval alleen al hartverwarmend, laat ik dat zo zeggen. En het heeft ook, denk ik, Team NL als team versterkt. Ja, mooi voorbeeld. Ik kreeg ook een vraag in de chatbox, eigenlijk meer een oproep, omdat Leonie zich afvraagt of je misschien die organisatie zou kunnen doorgeven aan haar. Want ze had een gesprek met de provincie Noord-Holland en Purmerend in het kader van de gebiedsontwikkeling en mobiliteitsoplossingen. En wellicht is die fiets daar dan op een bepaald moment weer in te vlechten. En Leonie is van Amsterdam Smart City. Dus wellicht is dat alweer iets om ook de innovaties vanuit Tokio, althans voorbereid voor Tokio, weer terug te brengen naar het Noord-Hollandse. Ik zou bijna zeggen, Hoorn is dichtbij, maar dat is in ieder geval goed om te weten dat we de innovaties ook gewoon weer in de praktijk kunnen brengen. Nee, daarom. Dus het was een heel praktisch verzoek. Maar ik zag een ongelooflijke link tussen wat er in Tokio zou kunnen gebeuren en wat hier in deze regio nodig is. Dus als je een paar van die connecties, dan leg ik heel graag. Ja. Gaan we doen, top. En Maurits, ik wil ergens nog in het gesprek terugkomen op Nederland 2032, bedenk ik mij nu. Maar dat is niet voor nu. We gaan eerst even, denk ik, gewoon naar de volgende stap. Maar ik was wel getriggerd door jouw punt van de legacy en het feit dat je natuurlijk als Nederland ook probeert verantwoordelijkheid te nemen, maar misschien ook wel innovatief kan laten zien hoe je Olympische Spelen duurzaam zou kunnen neerzetten. Ik denk dat zou onze droom natuurlijk zijn om nog een keer dat te kunnen doen met onze innovatie in het eigen land. Maar meer als een voor mijzelf als inspiratie om te horen hoe je daar over nadenkt. Want ik weet dat je daar al ook actief over hebt nagedacht. Maar die houden we nog even als cliffhanger, waardoor we zeker weten dat we nog een mooie afsluiter hebben aan het eind. Ik wilde eigenlijk maar door naar het tweede blok. En dat gaat eigenlijk over de situatie rond COVID, die de wereld natuurlijk heeft veranderd. Californië, voor degenen die niet nu in Amerika zitten, is eigenlijk natuurlijk goed gestart, dachten ze, met een stay-at-home order half maart. Maar nu blijkt eigenlijk dat toch, als er een heropening van de economie komt, dat de besmettingen enorm toenemen. Was het na een maand of 200.000 gevallen, een maand later was het al 200.000. En nu na een paar weken is het al 300.000 plus situatie. En LA, waar Danielle zit met het MBSO, is ook zeer ernstig getroffen. Dus eigenlijk is de aanpak in Californië, leek op papier een hele zorgvuldige, maar blijkt in de praktijk toch weer barstiger. Gaat ook over gedrag van mensen natuurlijk. Kortom, de wereld is veranderd. Maurits, jullie hebben dat natuurlijk meegemaakt, want jullie waren helemaal voorbereid om naar Tokio te gaan. Was natuurlijk ook in de pers veel te doen over wanneer neem je een besluit.
wat ook lastig is. Nu staat het voor volgend jaar en gaat het dan eigenlijk nog wel door of niet? Kortom, ik was gewoon benieuwd naar jouw gevoel over de situatie rondom COVID ten opzichte van de Spelen. Spelen zonder publiek wordt ook wel eens al gesteld, hè, als misschien een manier om Olympische Spelen te organiseren. Maar zijn dat dan wel de Spelen die we allemaal kennen of willen? En misschien meer naast COVID de vraag van hoe had jij Tokio voorbereid? Want daar heb je al iets over verteld, de fiets heb je genoemd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het traject waar je nu middenin zit. Zij het in een heel onduidelijk wereldbeeld, maar ook een onduidelijk eindbeeld wat het dan voor soort spelen worden. Dat zijn best veel vragen. Gerbert, laat ik even beginnen met waren wij er klaar voor? Ja, uiteraard waren we er klaar voor. En waren onze sporters er klaar voor? Want dat is natuurlijk het allereerste belang wat we hebben, dat die Nederlandse sporters op het niveau zitten om medailles te kunnen winnen. Daar is het ons toch allemaal om te doen. En Nederland stond er buitengewoon goed voor. Een record aantal wereldkampioenen in het jaar daarvoor. Een paar hele succesvolle sporten. Een aantal teamsporten die nog in de running waren om zich te kwalificeren. Dus dat ging heel goed. En een van de dingen die wij hebben gedaan nadat duidelijk werd dat de Spelen uitgesteld werden, is om met elkaar te onderzoeken hoe we dat dan volgend jaar nog beter kunnen doen. Dus hoe kunnen wij van een jaar uitstel een jaar winst maken? Dat is een opdracht die we in een tweedaagse sessie met alle Olympische coaches en Paralympische coaches zorgvuldig en tot in detail met elkaar hebben uitgezocht. Dus daar zit het sportief. Daar kan ik heel lang over praten. Zal ik in het licht van deze missie niet doen. Onze operatie, dat is uiteraard ingewikkeld. Wij stonden op het punt om op de knop verzenden te drukken van onze vijf containers met heel veel materiaal die richting het Olympisch dorp zouden gaan om ons dorp daar helemaal customized in te richten voor de Nederlandse equipe. Nou, die zijn nog net niet weggegaan. En dan komen er allerlei vragen naar voren. Van wat gaan we dan volgend jaar doen? Wij willen het graag beter doen, maar er is nog onduidelijkheid over hoe dat zal zijn. Nou is het mooie van een Olympische operatie, dat is iets wat je met de paplepel ingegoten krijgt als je daarin werkt, is dat ons motto altijd al is, wees voorbereid op het onverwachte. Er gebeuren, dat is een definitie, er gebeuren binnen de Olympische Spelen altijd dingen die je niet hebt verwacht of hebt zien aankomen. Dus het gaat om de mindset. Het gaat om dat we kopen met dat soort veranderingen. Dat we snel kunnen reageren. Dat we onze organisatie daar klaar voor is. En dat is ook hier het geval. Wij moeten nu wachten op wat het IOC in Japan bepaalt. Dat de vorm is van de Spelen volgend jaar. Jij gaf daar net een suggestie op. Zou dat Spelen kunnen zijn zonder publiek? Dat is zeer ongewenst. Zou het Spelen kunnen zijn met een bepaalde nationaliteit als publiek? In dit geval alleen Japans publiek. Dat is mogelijk. Zou dat een uitkomst zijn? We hebben twee ontwikkelingen die we volgen. Eentje is hoe actief is het virus? Dat doet iedereen. En twee is er een vaccin? Dat doet ook iedereen. In het geval het virus uitdooft, zoals momenteel in Nederland toch wel het geval is, dan heb je een bepaald scenario. En op het moment dat het virus weer opnieuw opkomt, of zelf brandhaard wordt, dan heb je een ander scenario. Daar moet je mee om kunnen gaan, want die wisseling die kan zich nog enige malen voor gaan doen. Tweede is een vaccin. En dan ben je er nog niet helemaal, want dan moet je ook nog maar zien dat je het vaccin krijgt. Gaat dan de Olympische ploeg tot de geselecteerde groep mensen behoren die als eerste een vaccin krijgt? Dus daar zitten ook nog heel veel vragen achter. Dat hebben we uitgezet in een matrix. En binnen die matrix heb je allerlei verschillende situaties waar je mee moet dealen.
Wij wachten nu, dat is eind juli voorzien, wachten wij op het bericht uit Japan, wat het IOC samen met Japan heeft besloten dat de fundamentals van de Spelen van Tokio zullen zijn. En dan moeten jullie denken aan, is er nog een Olympisch dorp? Want zo niet, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Zo ja, dan zou het kunnen. Een Olympische operatie is bijna onuitvoerbaar als er niet een dorp is. Want het hele transportschema bijvoorbeeld is ingericht op sporters ophalen op die ene plek en vervolgens door de hele stad rijden langs al die stadions. Dus dat werkt niet als je sporters door de hele stad moet op gaan halen om dan ook nog weer naar allerlei verschillende stadions. Dat is er maar één. Veilige voeding, onbesmette voeding, is onmogelijk als je niet een Olympisch dorp hebt. Dan ben je afhankelijk van hotelvoedsel en om dat bij honderden hotels te gaan organiseren, dat voor atleten veilig is, is niet te doen. Dus je hebt een aantal facetten, dat zijn de fundamentals van het spelen, daar wachten wij op dit moment op. En wat we in ieder geval al geleerd hebben, is dat wat mensen omschrijven als flexibiliteit, ik omschrijf dat zelf liever als een dynamische robuustheid, die is cruciaal. Dus je moet met je organisatie, moet je nog beter in staat zijn om in een kwestie van weken te reageren en wellicht te veranderen, aan te passen. Dus dat aanpassingsvermogen, dat is iets wat wij al hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat is iets wat, wat nu met COVID-19 de komende jaren, want ik verwacht dat dat niet met Tokio klaar is, heel relevant gaat zijn. We hadden contact met Sander van Stiphout van de Arena. En die zijn op dit moment natuurlijk met heel veel proeftuinen bezig. Allerlei concepten om COVID, tijdens COVID toch sport mogelijk te maken. Daar komt natuurlijk ook veel innovatie bij kijken. Heb je het idee dat op dat vlak Nederland ook iets te bieden heeft richting Tokio? We hebben bijvoorbeeld van Sander gehoord, en dat komt ook later deze missie terug. We hebben dat opgenomen. Allerlei innovaties waardoor je bijvoorbeeld publiek vrij smooth naar zijn goede plek in het stadion kan laten komen. Heeft natuurlijk eigenlijk ook gewoon een mobiliteitsoplossing als je het zo bekijkt. Zijn dat soort dingen zaken? Aan de ene kant hoor ik ook van jou de zorg om de sporter überhaupt zijn werk, zijn sport te kunnen laten doen. Is natuurlijk de eerste zorg. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk als Nederland zo innovatief dat we misschien ook zaken kunnen meebrengen om de sport goed te laten, mogelijk te maken tijdens Tokio. Is dat iets waar jullie aan werken? Ja, zeer actief. Ik zit zelf in de innovatiegroep van de alliantie van evenementen in Nederland. Daar zit ook de Johan Cruijff Arena in, daar zit ook Ahoy in. Maar daar zit bijvoorbeeld ook Mojo Concerts in, hè, de organisatoren van de grote popfestivals in Nederland. En met die groep zijn we aan het kijken welke innovaties zouden nou full capacity stadions weer mogelijk maken. Om de simpele reden dat een van de dingen waar de sport, maar ook de kunstwereld niet mee overleeft, is stadions met een 1,5 meter norm. Dan gaat die branche gaat massaal failliet. Dus er wordt heel hard gewerkt. Welke innovaties kunnen daarin helpen? En we hebben eigenlijk drie richtingen uitgedokterd met elkaar. En daarin volgen we de lijn van de WHO. De WHO omschrijft heel nadrukkelijk bij grote evenementen de fase leidend naar het evenement, het evenement zelf, dus ten tijde van het evenement, en de situatie na afloop van het evenement. En dan moet je natuurlijk in COVID-terminologie denken aan track and tracing. Binnen die drie fases van het evenement kan je aan meerdere zaken denken waar innovaties ons zouden kunnen helpen. Eentje daarvan is die mobiliteit inderdaad veel beter te stroomlijnen. Dus de overheid verwacht van ons, als wij een stadion zoals de Arena zouden willen vullen, dan verwacht de overheid van ons niet alleen dat je dat binnen dat stadion zorgvuldig doet en daar besmettingsrisico beperkt, maar ze verwachten ook dat je meedenkt over en je verantwoordelijkheid neemt in de stromen, de mensenstromen in de publieke ruimtes. Dus hoe kan je dat zo organiseren dat er nergens in de publieke ruimte een opscholing komt of een opstopping komt van heel veel mensen?
Nou, dat is iets. Dan moet je natuurlijk samenwerken met het openbaar vervoer. Je zou kunnen denken over, zouden we fietsenplannen moeten inzetten, heel, heel gericht. En een van de dingen waar we aan denken is, gaat die overheidsapp, die track and trace app, gaat die ons dan helpen? Of zouden we voor grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden, maar uiteindelijk ook de Olympische Spelen, zouden we daar eigen track and trace systemen moeten hebben? Waardoor je mensen wellicht aan de voorkant kan testen om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld alleen maar gezonde mensen in een stadion hebt. Nou, dat koppelen we aan andere innovaties, zoals 30 seconden testen. Er zijn een drietal bedrijven op dit moment in Nederland die werken aan 30 seconden testen. Dat is best ver gevorderd. En dan zou je kunnen zeggen, als iemand nou vlak voor vertrek naar een prachtige sportwedstrijd in een groot stadion een 30 seconden test doet, de uitslag daarvan scant in zijn app, dan kan hij bij de ingang van het stadion laten zien, ik ben COVID-vrij, dus je kan mij dicht bij iemand anders zetten in een stadion. Dat is één richting. Andere waar over gedacht wordt, is wat bekend is als besmetting via de lucht, grote druppeltjes en kleine druppeltjes, aerosolen. Wat zouden we daar nou nog kunnen bedenken met z'n allen? Wat zou je kunnen bedenken als het gaat over ventilatie? Daar worden innovatietrajecten op dit moment ook al vergaand. Hè? Dus echt ventilatie die het virus doodt. Ook Philips, ook Signify is daar naar buiten gekomen met innovatie. Hè? UVC-licht op een bepaalde manier ingezet kan ruimtes COVID-19 vrijmaken wellicht. Dus zo heb je er een aantal waar heel hard aan gewerkt wordt nu om dat soort mass events, zoals ze bij de WHO genoemd worden, om die weer mogelijk te maken. Heel interessant, want ik denk dat we zaten ook al even te denken, wat zijn de trajecten naar Los Angeles toe? En daar komen we zo natuurlijk op uit. Maar mobiliteit is een topic wat hier eigenlijk al lange tijd een issue is. Nou, voor Los Angeles is het logisch dat mobiliteit een issue is. Als iemand ooit daar geweest is, dan weet je wel dat het een autostad is. Maar we hebben eigenlijk met een heel aantal architectenbureaus en ook andere partijen al een traject lopen om ons kennis en know-how, die er al was, maar nu versneld door COVID, om die ook ter beschikking te stellen. Hoe wij gewend zijn om inderdaad last mile solutions aan te bieden voor iedereen. Dat kan natuurlijk naar sportevents, maar dat is ook voor het gewone stadsverkeer of de goede modaliteitenkeuzes. Daar zijn we als Nederland gewoon heel ver in en hebben ook heel veel goede innovatieve bedrijven. Dat traject is eigenlijk al gestart. Dat was ook een onderdeel van de missie die we een maand geleden hadden. En zouden we kunnen combineren wellicht, dat kan een deel van de verkenning zijn, met wat we vanuit Tokio, vanuit het COVID-traject ook aan het opzetten zijn. Het lijkt ook wel een beetje op wat de Arena vertelde over de samenwerking met de stad Amsterdam en alle partijen, om die groepen mensen zo snel mogelijk, zonder te veel kansen op besmetting, op de juiste plek te krijgen. Smart mobility zou je bijna zeggen. Ik zag ook vragen binnenkomen. En ik pak nog even één vraag terug, Maurits, voordat wij zo meteen doorgaan naar Los Angeles 2028. Dat is natuurlijk the heart of the matter. Maar er was een vraag van Ruben. En die vroeg eigenlijk of dat drijvende Holland House waar je het over had, of dat nog op de agenda staat voor Parijs of Los Angeles. En misschien geef je dat ook kans om nog iets over Parijs te vertellen, voordat we ons even voor het laatste kwartier mikken dan op het Los Angeles traject. Ja, goede vraag. Dat is iets wat we heel graag willen. Wij denken dat we daarmee de deelname van Nederland aan de Spelen echt blijvend zouden kunnen verduurzamen. Dus er is ons veel aan gelegen. De bedoeling van het plan zoals dat voor Tokio ook uitgewerkt is, hè, want die bouwplannen waren helemaal klaar, is dat het waren ook, hè, samen met Dame Sittards ontwikkeld, het waren caissons die je ook gewoon van stad naar stad kan slepen. Dus zo'n huis wordt dan meerdere keren, eigenlijk om de twee jaar, wordt het dan ingezet in de host city. Dat is natuurlijk vraaglijk te regelen op dat moment. Dus ja, dat is het idee. Dan heb je het echt over een verduurzaming. En dat is dan eigenlijk ook uiteindelijk financierbaar, bleek. Behalve als je het volgens Japanse regels tsunami proef moet maken, dan wordt het onbetaalbaar. Dus ja, die plannen die zijn er. Wij blijven daar ook met Belardon en Damen en andere partijen over in gesprek. Dus dat zijn sowieso al facetten
waar we enorm op zoek zijn naar partners die dat mede mogelijk zouden kunnen maken. En dan is er ons veel aan gelegen om dat inderdaad het hospitality concept van Nederland te maken, waarbij het elke keer voor Nederland ook echt weer een showcase is. Zo was hij voor Tokio ook bedoeld. Dit is nog nooit gepresteerd in de Spelen. Dat zou echt voor het eerst zijn dat een land dat doet. En ook Tokio was daar enorm in geïnteresseerd. Die hadden ons de plek om niet aangeboden, hè, midden in Tokio Bay, omdat ze dit zo'n vooruitstekend project vonden. Dus dat is de stand van zaken. Dus ja, zeker. En daar praten we graag over verder. En misschien dan nog een paar woorden over Parijs voordat we dan Los Angeles doen. Want dat is natuurlijk eigenlijk de eerste haven na Tokio. Ja. Is daar iets over te zeggen? Of dat het misschien ook ergens hier en daar een stepping stone is na Los Angeles, wat jou betreft? Dat zou misschien ook nog Dat denk ik wel. Dat is het in ieder geval vanuit het feit dat Parijs heeft aangegeven dat ze minimaal een 50% CO2-reductie teweeg willen brengen tijdens de Spelen van Parijs. Dat gaat ze ook lukken. Ik heb die plannen gezien. Dat gaat ze echt lukken. En wij zijn daar ook wel enorm door aangesproken. Althans, we hebben ons daar zeer door aangesproken gevoeld. Ik heb in januari het idee gelanceerd of wij dan niet met Team NL buiten een chef de mission, die we natuurlijk altijd hebben als ploegen. Voor Tokio zijn dat Pieter van der Hogeband en Esther Vergeer. Voor onze OS en PS ploeg zouden we dan ook niet met Team NL een chef de mission moeten hebben voor de ploeg. Zodat je continu bezig bent met je eigen carbon footprint. Wij hebben in ieder geval besloten als NOC dat wij naar Parijs enkel nog maar met de trein reizen. Dus dat is echt een dienstorder bij ons. Er wordt niet meer gevlogen naar Parijs. En wij moedigen alle sportbonden ook aan om alle reizen naar Parijs met de trein te doen. Dat is prima uitvoerbaar. Hè? Dus dan kan je dat naar ons idee ook vragen zonder dat je nu echt inboet op je prestatieklimaat en je prestatiekwaliteit die bij ons altijd voorop staat. Dus dat is er eentje en dat is een stepping stone naar LA. Want ja, LA die zal naar, ik vermoed, CO2 neutraal willen zijn. Dat gaat om een nog veel grotere reductie. Heel goed. Nou, dan ronden we eigenlijk het blok Parijs-Tokio hiermee af. En dan is denk ik natuurlijk waar alle interesse nu op is gericht, LA 2028. Ik herinner ook de deelnemers maar even aan de sessie morgen. Want dan hebben we eigenlijk onder leiding van Vincent Storiemans, de plaatsvangend consul-generaal, een mooie sessie over de opportunities. Met Casey Wasserman, de chair van LA 2028. En Erin Bromigan van de City. En Maurits, jij doet daar ook in mee. Ik denk dat een mooie sessie is om ook te kijken hoe dat comité te spelen aan het voorbereiden is. En waar de kansen liggen ook voor Nederland om onze innovaties of onze expertise in te brengen. Maar misschien is mijn vraag eigenlijk wel, het is nog 8 jaar ver weg. Dat klinkt misschien ook wel net iets te ver weg. Hoe kijk je tegenaan? Wat vind jij eigenlijk dat we nu al in gang zouden moeten zetten om in 2028 succesvol te zijn? En nou ja, sportief is dat natuurlijk sowieso lastig. Want een sporter kijkt soms naar zijn eerste wedstrijd. Kijkt wel een beetje over de heg heen. Maar 8 jaar is misschien wel ver voor veel sporters, ook qua leeftijd. Maar ook commercieel of op het Team NL perspectief. Hoe zou je dat willen beschrijven vandaag voor ons? Kijk, wat we nu zien, Gerbert, is dat die wereld is wederom zo snel aan het veranderen. Dat willen we dit goed doen aan de andere kant van de wereld, want dat is LA natuurlijk toch ook, dan is het cruciaal voor ons om een lokaal netwerk op te bouwen. Dat begint altijd bij het consulaat en de ambassade. Hè. Wij kunnen niets zonder jullie. Zo is het letterlijk. Dus dat is het eerste begin. En dat is alleen maar fijn dat we daar veel tijd hebben. Als je de doelstellingen wil halen, zowel prestatief als ook qua verduurzaming en qua legacy, dan is het bouwen van een lokaal netwerk, daar kan je naar mijn idee niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je kijkt wat er gaat gebeuren in die Spelen, ja, wat ik zei, we zijn dan 8 jaar verder, het is geen keus meer dan om CO2-neutraal te zijn.
Dus dat is een principe waar we allemaal aan zullen moeten geloven en inspanningen voor zullen moeten verrichten. Wat een grote uitdaging is, omdat hoe je het ook draait of keert, hè, dat soort operaties, dat soort projecten, dat vraagt verplaatsingen. Het vraagt fysiek aanwezig zijn. Met Nederland goed presteren in LA, ik geef jullie één voorbeeld, met de sport zeilen. Dat betekent dat wij jaren in LA aanwezig zullen zijn. En daar wel tot 200 dagen per jaar zullen trainen met onze zeilers. Jarenlang. Dus dat om iets aan te geven voor het belang van die aanwezigheid en het hebben van een foothold, een base in LA. Hoe beter wij de lokale setting kennen, hoe beter we het met Nederland gaan doen. Dus dat is even zeg maar de context van waaruit wij er naar kijken. Als je ziet wat er in de sport gebeurt, dan zijn er een aantal domeinen waar het naar mijn idee heel hard gaat. Natuurlijk is artificial intelligence belangrijk in sport. Dat zien we al heel klein beetje allemaal in ons leven, omdat we allemaal direct feedback systemen bij ons dragen. Dus iedereen heeft zijn stappenteller, zijn hartslagmeters en noem maar op. Dat gaat in de topsport nog veel verder. Dus je ziet dat alles wordt personalized. Dat gaat in LA, met Silicon Valley zo dichtbij, dat gaat een van de grote thema's worden. Alles personalized. Elk trainingsprogramma van elke sporter, elk dieet wat hij volgt, elk slaapritme per persoon gaat helemaal personalized zijn. Dat is iets waar we enorm druk mee zijn, nu al. Dat gaat naar een ander niveau. Ik kan zelf nog niet precies schetsen welk niveau dat is. Maar het is er eentje die er aankomt. Als je het hebt over mobiliteit, we hebben jarenlang, misschien kennen mensen dat wel, hebben wij Olympische auto's gehad. Dat is wel duidelijk dat dat tot het verleden gaat horen. En het is ook duidelijk dat met LA en de mobiliteits- en vervoersconcepten die ook daar ontwikkeld worden, dat die hele Olympische ploeg zich anders gaat verplaatsen. We zijn nu bezig met onze huidige mobiliteitspartner, dat is Toyota, om eigenlijk die auto's af te schaffen en elke Team NL-sporter uiteindelijk een Global Mobility Card te geven, waarbij die zijn mobiliteit regelt via een pasje. Met alleen nog maar gebruikmakend van lokale mobiliteitsmiddelen. Dus zo heb je er een paar. Ik verwacht zelf heel veel van intelligente kleding. Dat wordt ook weer personalized. Je ziet het nog niet, maar het kan bijna niet anders dan dat het gaat komen. En die kleding die gaat jou stimulans geven. Die gaat jou koelen wanneer jij gekoeld wil worden en die gaat je warm maken wanneer je warm wil worden. Dus zo heb je een aantal domeinen waar ik zie dat wat gaat gebeuren. En ik weet één ding zeker, ik mis er nog velen. Hey, nou ja, dat is ook het leuke van de toekomst, dat je het niet helemaal goed weet vandaag. Nee. Dat is ook spannend. Misschien op dat vlak, we hebben ook in het programma Virtual Reality als onderdeel, omdat daar natuurlijk ook veel op gebeurt, ook voor trainingsprogramma's voor sporters. Zou je nog iets willen zeggen, Maurits, over wat jouw verwachting is voor wat betreft het veranderen van de sport? Want de sporten veranderen natuurlijk ook. Hè? Er wordt reimagined voetbal, komt ook later deze week nog terug. Zie je ook nog in de sportontwikkelingen na 8 jaar, is natuurlijk ver vooruitkijken. Je hebt natuurlijk zelf veel van hockey, maar je kent alle sporten natuurlijk eigenlijk wel waar we het over hebben bij de Spelen. Zie jij bij sommige spelen vanwege de technische ontwikkelingen of misschien anderszins nog andere facetten terugkomen? Ja, dat wordt een hele interessante. Wordt dat alleen maar technologie gedreven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we heel veel low-tech sporten zullen zien. Een ontwikkeling die heel nadrukkelijk in is gezet door het IOC is urban sports. Elke host city heeft het recht om zelf nieuwe sporten aan te dragen. Bij Parijs om aan het IOC om op te spelen van Parijs breaking te hebben, dus breakdance en alpine klimmen.
op de Spelen van Parijs. Dat zijn natuurlijk sporten die echt voorheen niet tot de Olympische sporten gerekend werden. Überhaupt is er een beweging dat je steeds meer urban ziet. Ook Tokio heeft urban sporten toegevoegd, zoals er is skateboarden in skatepark en freestyle sporten. Dus die ontwikkeling die is gaande. Er is een grote discussie in die Olympische beweging of e-sports onderdeel gaat worden van de Spelen of niet. Tot dusver worden ze bestempeld als side events. Maar ik vind het absoluut tot de mogelijkheden behoren dat LA gaat zeggen dat e-sports van de Spelen. Dus je hebt twee hoofdrichtingen. Eén is gamification. Virtual. En de ander, sorry jongens, rijdt de motorfiets langs hier. En een andere is urban. En dat zijn wel richtingen die zich door zullen zetten. Wellicht ook mogelijk wel ten koste van traditionele sporten. Ja, heel interessant. En dat urban part, dat past natuurlijk ook weer heel goed in het hele ontwikkelen van de communities die natuurlijk ook na COVID weer naar nieuwe manieren zoeken om met elkaar in de stad te leven. Dat was hier afgelopen weekend al in de krant in San Francisco ook. Hoe ziet het nieuwe San Francisco eruit? Wat natuurlijk nu, net als in Los Angeles, een hele grote autostad is nog steeds. En ja, met deze ontwikkelingen ga je ook naar een hele nieuwe, zeg maar, society toe ontwikkelen, waarvan de sport dan weer een afspiegeling wordt. Ik wil het zo nog graag even met je hebben over de legacy, waar je het over had, hè, de social legacy voor LA. Maar er was ook eigenlijk een vraag in de eerdere fase al van Jorrit over de corona-app. En daar zat ook een beetje de vraag in: samenwerking, overheid, bedrijfsleven, sport. Misschien Jorrit, wil jij hem nog even aanscherpen wat jouw punt zou zijn? Hi Maurits. Wij hebben een aantal bedrijven in Amsterdam die onder andere meewerken aan die corona-app, die landelijke. En daarom vond ik het heel interessant om te horen eigenlijk wat jij vertelt. Dat er wellicht een soort track-and-trace systeem uit Tokio misschien gaat komen. En wie weet wat er uiteindelijk in LA mogelijk is. Dus in die zin heb je hem eigenlijk al wel beantwoord. Maar dat is wel heel interessant. En ik denk dat ook die partijen die erachter zitten dit heel interessant vinden om te horen. Herbert, ik wil heel even. Ik heb in LA, hebben ze nu momenteel bij de NBA hebben ze een ring die ze omdoen. Het heet de ring. Die geeft de temperatuur aan. Het is een beetje ook wat Maurits zei. Het gaat heel erg om wearables. Het wordt heel erg persoonlijk voor de sport. En wij zijn momenteel ook in gesprek met een Nederlands bedrijfje, Novik, die badges maken en ook apps maken. En voor ook in verband met de distance. Er zijn dus heel veel nieuwe ontwikkelingen in die zin, die momenteel al aanwezig zijn, omdat ze de sport willen voortzetten. Dus ook in LA. Ja, en het blijft ook, mensen werken natuurlijk uiteindelijk, want kunnen natuurlijk heel veel ringen hebben, maar ja, zolang we in de situatie zitten wat je uitlegt, Maurits, COVID is nog aanwezig, blijft de wereld ook lastig. Ook hier afgelopen weekend bekend geworden dat Buster Posey van de Giants een jaar overslaat met zijn baseball. Omdat hij het gewoon het risico te groot vindt voor zijn persoonlijke situatie. Dus in dat verband ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of jij bij je sporters dat soort vragen ook ziet. Want ja, zolang de situatie nog niet in te schatten is het voor veel mensen er ook nog gewoon, welke ring je ook hebt of welke beveiliging, ook een persoonlijke afweging steeds. Nou ja, dat laatste is natuurlijk een absoluut een feit, Gerbert. Er komt nog bij dat voor een sporter, ook al zijn het jonge, gezonde mensen, is het risico van COVID nog een andere, omdat je daar performancevermogen kwijt kan raken. Ook bij jonge mensen kan het natuurlijk, ook al zijn die percentages laag, kan het de longen beschadigen. En dat is natuurlijk voor een topsporter, is dat end of the game. Dus die topsporters, ja, die zijn toch wel zich heel bewust van het feit dat ze geen besmettingsrisico überhaupt willen lopen. En daar misschien wel wat verder in gaan dan gewone mensen. Ik ken veel topsporters in Nederland die nog steeds niet naar de supermarkt gaan. Hè, terwijl de meeste Nederlanders toch weer het normale ritme hebben opgepakt. Dus dat is zeer zeker een factor. En dat blijft nog even doorgaan. Een van de grote zorgen die er is binnen de sport.
is dat het op dit moment niet te voorzien is dat er internationale competitie weer is. Wij kunnen met Nederland ons langzamerhand gelukkig weer een beetje verplaatsen en ons ook wel weer door Europa verplaatsen. Maar wat te denken van sommige delen van de Verenigde Staten of van Brazilië, dat is natuurlijk nog niet aan de orde. En die zullen ook op dit moment niet eens Japan binnengelaten worden. Dat is een absolute no-go. Japan houdt die grenzen hermetisch dicht. Je ziet meer landen dat doen. Dus dat is voor ons wel echt een zorg. Want onze business is internationale contacten. Dat is de internationale topsport. Wij moeten tegen andere landen strijden. Daar gaat het voor ons om. Dus dat is een grote zorg. Maar goed, ik ga er niet van uit dat LA zal raken. Dan mag ik toch hopen dat de wereld een oplossing heeft. Nou, laten we die insteek zeker hebben. Dan misschien als laatste deel van ons gesprek, Maurits, de legacy die je op dit moment voorziet voor LA. Hij is natuurlijk nog ver weg. Misschien is het ook aardig om te vertellen wat je richting Parijs ontwikkelt of in beeld hebt. En dan wat misschien jouw verwachting zou zijn waar we als Nederland, hè, zoals we het ook als overheid steeds zeggen, je kunt niet alleen maar business doen, je zult ook op andere waarden aanspreekbaar moeten zijn, herkenbaar moeten zijn. En dat, daar staat Nederland ook voor en daar wordt een Nederlander ook altijd op aangesproken. Hoe zou je dat richting Parijs zien, maar vooral ook wat is op dit moment jouw idee over Los Angeles en wanneer zouden we met het opbouwen van die legacy moeten gaan beginnen? Ja, ik denk dat het goed is dat ik me ook even tot LA beperk. Het project wat nu draait in Tokio, om dat even heel kort te vertellen, na het project wat wij dus in Rio hebben gedaan. In Tokio gaat het om inclusie van mensen met een beperking. Wij zijn in Nederland buitengewoon ontwikkeld als het om die inclusie gaat. Ik zei het al, wij zijn een geïntegreerde organisatie. Bij ons Olympisch en Paralympisch is één organisatie. Die hebben bij ons exact dezelfde mogelijkheden. En dat geldt ook voor de toegankelijkheid. Dus de toegankelijkheid van sportvoorzieningen in Nederland, die is op een heel hoog niveau. Japan is een land waar soms mensen met beperkingen nog niet eens in de publieke ruimtes komen, omdat daar nog gevoelens van schaamte bestaan als het gaat om die groep bewoners van de Japanse samenleving. Dus dat is daar moeilijk. En wij draaien projecten in de verschillende buurtgemeentes, als ik dat zo mag noemen, in Tokio, op scholen, waarbij we Nederlandse sporters met een beperking laten sporten tegen Japanse om het out in the open te brengen, om het zichtbaar te maken. En vervolgens werken we dan met die gemeentes aan het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel bijvoorbeeld. En dus dat is een heel nadrukkelijk gekozen project. Want je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Japan is een buitengewoon ontwikkeld land. En een buitengewoon ontwikkelde samenleving. Het is nou niet zo dat wij daar even binnen kunnen komen als Nederland en kunnen vertellen hoe het allemaal moet en wat wij allemaal wel niet hebben bij te dragen. Dus dit is echt tot stand gekomen op verzoek en in gesprekken, waar ook weer onze ambassade een enorm grote rol in heeft gespeeld. In dat, laten we maar zeggen, het tot stand brengen van de vraagarticulatie in Japan van, joh, waar zou Nederland nou bij kunnen helpen? En iets dergelijks zie ik voor me voor LA. Dat is natuurlijk een enorme stad met zijn eigen uitdagingen, laat ik het zo stellen. En een van de dingen waar we in Nederland heel hard aan werken om toegankelijkheid voor sport, voor kinderen, echt breed in de samenleving mogelijk te maken. Want mensen van onze achtergrond, zeg ik maar even Gerbert, met alle respect, die hebben niet zoveel te klagen. Onze kinderen kunnen makkelijk sporten. Maar er zijn nog omgevingen in Nederland, er zijn wijken in Nederland, waar dat niet zo vanzelfsprekend is, waar kinderen niet zomaar lid kunnen worden van een sportvereniging, dat of kunnen betalen, of waarbij de culturele achtergrond er eentje is die daartoe uitnodigt. Dus zelfs in Nederland is dat een probleem. Nou, dat is ook in de Verenigde Staten, in verschillende omgevingen, is dat een probleem. Dus ik denk dat dat een thema is waar we beiden een uitdaging hebben, waar wel veel kennis over is in Nederland. Ook prachtige projecten over zijn in Nederland, om dat aantal te vergroten. Dat is er eentje die ook mensen uit de sport, dus ook bij mijzelf, ongelooflijk dicht bij het hart ligt. Hè. Dus het ligt dicht bij het hart. En we hebben er expertise over in Nederland. Dus dat zou zomaar een prachtige zijn.
Maar ik benadruk nogmaals dat het ophalen van de vragen en het aangaan van het gesprek met de lokale autoriteiten in LA, om zulke soort vraagarticulatie tot stand te brengen en te kijken waar we kunnen bijdragen, dat de verkiezen route is. Ja, nou ja, ik wilde je misschien ook nog meegeven, we hebben net een traject eigenlijk met een, zeg maar, traveling exhibition van Anne Frank langs allerlei scholen gebracht hier aan de Westkust, wat alle kansen biedt om over inclusie, tolerantie, vrijheid te spreken. Daardoor hebben we eigenlijk hier wel een goed netwerk opgebouwd met de scholen. Om een voorbeeld te geven, de Unified School District in LA heeft ongeveer 500.000 studenten in de public schools. En die staan eigenlijk te springen om naar initiatieven, support, op net een andere manier dan het traditionele schoolprogramma. Dat was ook eigenlijk nu de learning van het leren op afstand voor de kinderen. Dat je kunt wel heel leuk op afstand schoolonderwijs gaan geven, maar als je geen computer hebt, dan gebeurt er niet zoveel. Plus dat deze kinderen vaak in een heel andere situatie zitten dan, nou ja, zoals je net al zegt, Maurits, de kinderen die wij misschien hebben of kennen. Dus ik denk dat dit een heel mooi traject kan zijn. Sowieso is het natuurlijk altijd dicht bij je hart om de kinderen verder te helpen in de plekken waar je naartoe gaat. Dus laten we kijken of we op basis van de ervaring die wij al hebben en ook de contacten bijvoorbeeld met de Unified School District, en ik weet zeker dat MBSO daar ook graag een rol bij zal willen spelen, dat we daar op tijd misschien eens wat contacten over kunnen aangaan. Want dit zijn wel trajecten als je over een curriculum van een, zeg maar, schooljaar praat, dat je dat op voorhand al een beetje moet gaan insteken. Dat doe je niet op het laatste moment. En dat hoort ook bij een legacy dat je daarna ook mee verder kunt. Dus ik denk dat we op dat vlak zeker als consulaat het nodige te bieden hebben om dat te verkennen op de topics die je noemt. Ja, waar Nederland ook bekend voor staat en waar we ook eigenlijk van vinden dat we gewoon reden hebben om daar aandacht voor te vragen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk precies wat, daarom raakt het ons ook. Ik kijk nog even rond naar de groep of er vragen zijn. Van harte uitgenodigd. Maar ik realiseer me ook dat we al eigenlijk het uur zeker gepasseerd zijn, Maurits. En Hoorn en de haven longt ook voor meer dan alleen maar een gesprek met ons, daar ben ik zeker van. Misschien toch nog twee vragen van mijn kant. In ieder geval de enige is Nederland 2032. Ik kan niet nalaten om daar even jouw visie op te krijgen. En tot slot misschien jou de ruimte geven voor een conclusie of een, zeg maar, een meegeef oproep aan de groep die deze week dus de verdere verkenning gaat doen. En ik weet dat ook collega's van NOC-NSF ook nog beschikbaar zijn de rest van de week om bij een aantal sessies aan te sluiten. Je bent morgen nog in de sessie met Vincent, met Casey Wasserman. Dus kortom, Nederland 2032 en nog iets wat jij aan ons wil meegeven om als Team NL aan de slag te gaan 8 jaar van tevoren richting LA. Ja, dank je, Gerber. Nou ja, in ieder geval een oproep aan iedereen dat het ook is waar we kunnen helpen. Hè? Dus waar zou het helpen als we inzetten, waar zou dat helpen? Dat is zeker een oproep aan het, denk ik, de hele missie. Je vraag richting 2032, dan moet ik er meteen bij zeggen, dan heb je een absolute Olympisch adept heb je hier voor je. Mijn hele leven speelt zich af langs de waardes van de Olympische ringen. Daar ben ik een groot gelover in. Maar ik heb ook 9 jaar in Barcelona gewoond. Toen ik daar bondscoach was van het Spaanse hockeyteam. En ik heb gezien wat de Spelen met een stad en een regio kunnen doen. Dat is fascinerend. Dat heeft een generatie van human capital opgebouwd waar mensen nooit bij stilstaan. Dus men heeft het over stadions en legacies. Maar wat ik heb gezien dat de Spelen daadwerkelijk doen in een land is het creëert een generatie die het gevoel heeft dat ze alles aan kunnen. Die zijn connected, want die moeten een van de moeilijkste operaties ter wereld moeten ze tot een goed einde brengen. Hè, het organiseren en neerzetten van de Spelen in hun stad, in hun regio. Dat kunnen ze alleen doen in een internationaal netwerk. Ze krijgen vervolgens jarenlang de hele wereld over de vloer. En zodra die allemaal weer weg zijn, dan is daar een netwerk ontstaan van zeer, zeer goed connected en opgeleide mensen waar zo'n stad, zo'n regio decennia lol van heeft. Als je nu kijkt naar de decision takers in Catalonia, het is niet voor niks dat die regio nu onafhankelijkheid nastreeft, dan gaat dat terug naar de Spelen van 92. Daar hadden ze allemaal een functie. En die zitten nu allemaal op de
is echt, dat is daar begonnen. Hè. Je creëert daar een nieuwe generatie mee. 2032 voor Nederland. Ja, ons land kan zoveel. Wij zijn een sportland van formaat. Hè. Ondanks onze omvang, zou je kunnen zeggen, doen we met de allerbeste in de wereld mee. Wij kunnen als geen ander kunnen wij dingen organiseren. En we hebben de kracht van innovatie achter ons. Dus wij zouden de wereld, denk ik, kunnen verbazen met een totaal nieuw concept van de Spelen. Wat ook niet noodzakelijk in één stad plaatsvindt, hè, maar wat verdeeld is, wat mij betreft niet alleen over Nederland, maar over een veel grotere regio in Europa dan alleen ons land. Wij zouden nieuwe sportconcepten kunnen ontwikkelen. Waardoor ook dat verduurde nieuwe mobiliteitsconcepten zouden kunnen laten zien, waardoor het als één stad voelt. Kortom, het is de kans waarvan ik hoop dat ons land die één keer krijgt, zodat iedereen kan meegenieten van dat wat Spelen teweeg brengen. Want je ziet toch wel dat Spelen is voor steden en voor landen een soort punt op de horizon. Mensen om mij heen zeggen ook wel eens een soort Schiphol in zee. Waarvan velen denken van ja, door dat te halen, door dat te doen, ga je net wat verder kijken en net wat verder denken dan we misschien normaal gesproken zouden doen. Dus het is een enorme katalysator voor zoveel ontwikkelingen in een samenleving. En het is daarbij de kans om je gedurende 6-7 jaar aan de wereld te laten zien. En ik denk dat dat voor Nederland niet eens een luxe is, maar een noodzakelijk is. Dankjewel. En eigenlijk ook al gelijk helder waarom we zo'n spirit moeten vasthouden naar 2028. Mocht ik nog iets gemist hebben, Maurits, wat jij graag had willen vertellen of Hanneke vandaag of meegeven, dan kan dat nog. Maar anders wil ik jou heel hartelijk bedanken. En ook Hanneke voor de voorbereiding van het gesprek en voor alles wat je naar voren hebt gebracht. Als ik zo de reacties zie van de deelnemers, is iedereen heel blij met alles wat je hebt kunnen aanreiken. En is dit ook zeker een basis waarop we de komende week, maar ook de komende jaren eigenlijk een agenda kunnen zetten, die we graag met elkaar blijven afstemmen. Wij gaan dan zometeen in breakouts, als Milene dat voor ons organiseert, van groepjes van 5 nog even verder kijken wat iedereen te bieden heeft, of waar iedereen nog graag aan wil werken de komende tijd. En nou ja, wij houden dit team NL, wat we vandaag hadden, maar graag vast als een start van het grotere traject naar 2028. Dus nogmaals heel veel dank. En ja, zowel wij als jullie vanuit NOC NSF zijn altijd bereid, weet ik, om op vragen verder terug te komen. Als er in de groep belangstelling is, zoals voor de fiets of voor de samenwerking met Amsterdam en de innovatieve bedrijven in het kader van de proeftuin die daar al gestart zijn. Daar wil ik het graag nu bij laten. Nogmaals iedereen dank. Ook Deborah voor het organiseren. Ik moet eigenlijk bij jou checken of we iets gemist hebben, Deborah. Laat ik dat toch doen voor de zekerheid. Ja, we willen jullie graag nog uitnodigen om elkaar ook nog kort te leren kennen. Ik weet dat het bijna tijd is voor het avondeten in Nederland. Maar als jullie interesse hebben om nog 10 minuten te blijven hangen, zetten we jullie even in een kleinere groep samen. Kunnen jullie ook beter van elkaar leren wat het is waarnaar jullie op zoek zijn en wat jullie ook aan elkaar kunnen bieden. Dus dat misschien nog als enige toevoeging langs mijn kant. Plus natuurlijk dat dit het start zijn is van een 8-jarig traject. Dus we zijn erg blij om jullie nu allemaal mee aan boord te hebben. Om gedurende deze hele week samen met jullie de kansen te verkennen. En dan gedurende de komende maanden samen verder op te nemen. Ik geef het dan bij deze terug aan jou, Gerbert. Heel goed. Nou, ik denk het komende week biedt voldoende kansen om die verkenning al te starten. Dank ook aan Aafke voor al jouw werk, Aafke. En bijvoorbeeld woensdag hebben we matchmaking in beeld, waar we al proberen de eerste verbindingen te leggen. En nou ja, dan eigenlijk morgen, zou ik bijna zeggen, is de officiële aftrap met de deputy mayor van LA. En daarna aansluitend, waar Vincent met Casey Wasserman en Maurits Hendricks en de stad LA in gesprek is. Ik denk dat we dan een hele goede kick-off hebben, om maar in sporttermen te blijven. En dan gaat de wedstrijd eigenlijk al beginnen. Dus dank voor jullie aanwezigheid in deze sessie. En ik weet hoe het nu gaat. Jullie krijgen zometeen de keuze om mee te doen aan de breakout. En als jullie dat doen, dan zien we jullie zo terug. En anders hopelijk in de rest van de week of anders in de komende tijd.
Dus de keuze is aan jullie en ik denk dat die nu wordt voorgeschoteld door Milene. Dank jullie wel.
Oké, okay, als we terug zijn in de grote sessie, dan denk ik dat we eigenlijk een mooie eerste start hebben vandaag. Als iemand nog iets in de groep wil zeggen, dan kan dat nu. We zijn onder ons, zoals dat heet. En anders dan zwaai ik jullie uit voor vanavond. En, ik heb er nog eentje, Gerbert, als ik even mag. Misschien nog, ik zei het net ook tegen Rick en tegen Jorrit. De bedoeling van deze fact-finding is, het is invite-only, zoals jullie weten. Hè. De bedoeling is, het is een missie. Dus we willen jullie graag vragen, ook voor jullie eigen ervaring, maar ook voor het doel van uitwisseling, om bij zoveel mogelijk sessies aanwezig te zijn. Eigenlijk hopen we dat jullie elk bij iedere sessie aanwezig kunnen zijn. Daar gaan we eigenlijk indirect van uit. Dus daar vraag ik echt wel met heel veel optimisme naar, om indien mogelijk dat ook op die manier in te vullen. Dat is één. Twee, als jullie vanuit jullie eigen netwerk bepaalde mensen denken waarvan jullie denken voor deze specifieke sessie zou die persoon daar heel veel aan hebben, mogen jullie dat ook steeds kort melden en kunnen wij het linkje van de individuele sessie delen. Per sessie willen we zeker niet met het publiek van 20 of 50 personen zitten, want het blijft een fact-finding. Maar als we daar iemand een plezier mee kunnen doen, mogen jullie dat steeds bij mij neerleggen. Jullie hebben allemaal mijn contactgegevens en dan volg ik dat heel graag voor jullie op. Okay. Mocht er, even praktisch, mocht er snel actie nodig zijn en het is voor een uur of half vier, mail mij dan even, want Deborah is dan hopelijk nog van de rust aan het genieten. Nee, het is precies wat Deborah zegt. Voor sommige sessies kan het gewoon echt toegevoegde waarde zijn om iemand te hebben, een specifiek contact. Maar de bedoeling was inderdaad om met deze 12 ongeveer partijen deze missie te doen. Maar bijvoorbeeld bij VR of bij een bepaald inclusivity kind of debate zou het natuurlijk aardig kunnen zijn om gericht nog iemand te hebben die in jullie netwerk daar bekend of belangrijk voor is of juist mee verder moet. Dus die ruimte is er. En zo is een beetje de insteek van de verkenning. Oké, nou met dat, Deborah, kijk, is er nog iets anders behalve, ja, voor jullie is het slaap lekker en morgen weer vroeg op. Maar voor ons is gewoon de dag net begonnen. Dus we zitten nu iets op. Misschien nog, morgen begint de sessie om 8 uur AM onze tijd. Dat is 5 uur 's avonds jullie tijd. Jullie kunnen de eerste 2 sessies gewoon meevolgen van op het platform. Op het platform gaan jullie op de homepage een feed zien. Dat is een soort van bulletin board. En daarin gaan jullie live eigenlijk kunnen meevolgen. Mocht er toch iets niet lukken, zal ik ook zeker het Twitter-linkje zetten. Zodat jullie ook via de Twitter-livestream kunnen meevolgen. Maar normaal gezien, bij onze vorige missie ging dat eigenlijk heel soepel op het platform. Jullie kunnen dan ook voor de eerste 2 sessies vragen in de chatbox zetten. Als jullie vragen hebben naar elkaar toe, kunnen die ook in het forum geplaatst worden. Dus maak echt absoluut ook gebruik van dat platform om elkaar te helpen. Het platform is de eerste stap. Maar wat in 2021 een PIP zal worden, eigenlijk ons online netwerk voor sport en infrastructuur binnen de VS. Dus dat is een mooi idee, denk ik, om daar op die manier naar te kijken. Maar dan geef ik het helemaal terug aan jou, Gerbert, en ik zeg nu absoluut niks meer. Nou, dat was ik ook van plan. Dus ik wens jullie een fijne avond en ik hoop jullie morgen te zien. Enige verzoek is bel iets op tijd in, liever 5 minuten eerder dan precies op stipt op tijd, want we gaan waarschijnlijk gewoon wel op tijd beginnen. Ja, en zoals met een sportwedstrijd, dan is de race niet goed begonnen als je niet op tijd bent gestart. Dus dank alvast en tot ziens in de komende dagen. Dankjewel, tot morgen.